Also linkes Auge, linke Seite. Als we er klaar voor zijn, mogen we zachtjes met een soort oog ervoor naar onze vingers. Mijn naam is Chitra Leka. Ik ben een lange tijd weg geweest in India. Vandaar dat jullie het nog niet gezien hebben. Maar ik vind het super om vandaag op de internationale yoga dag bij jullie te mogen zijn. Het laatste stukje met jullie te mogen delen. Het is namelijk het allerlaatste stukje wat we nu doen. We hebben namelijk al de hele dag van alles gedaan. Hè. We zijn begonnen met meditatie. We hebben zelfs een Indiaas ritueeltje gedaan. We hebben 108 zonnegroeten gedaan vandaag met een groep. Dat zijn degenen die nog steeds de blosjes op de wangen hebben staan. We hebben kinderyoga gedaan, we hebben meer gedaan, we hebben een Thaise massage workshop gehad. Van alles en nog wat. Nu een vlamdag en windyoga. Maar er is eigenlijk één element wat nog mist. En wat in India eigenlijk juist in de yoga-wereld heel groot is. En dat is... Mantra. Het mantra zingen. En eigenlijk in India wordt in alles wat we doen, elke yoga les, elk ritueel, elke lezing, altijd wordt een mantra gebruikt. Wie van jullie heeft nog nooit mantra gezongen? Oké, we zitten met een hoop professionals in de zaal, dat is goed. We gaan vandaag ons leggen op het zingen van vier mantra's. Ik zal bij elke mantra een beetje uitleggen waarom we het doen, wat het betekent en wat het gewoon ingetekend heeft zelf. En hopelijk komen er meer en meer in en kunnen we het eigenlijk een beetje een feestje bouwen. Is dat goed? Dus waarom zingen we mantra's? Weet iemand wat? Diepste stilte. Ze hebben waarschijnlijk een mooie betekenis. Ze hebben een mooie betekenis, precies. Ja. Nog meer dingen? Waarom mantra's? Eigenlijk werken mantra's op alle lagen van ons bestaan. Op de buitenste laag, de laag van het lichaam, zou je kunnen zeggen, zoals jij al noemde, frequentie. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van Emoto, de wetenschapper Emoto. Onderzoek naar water. Kennen jullie? Ja.
ons lichaam is 80% water. Dus als wij door hardcore muziek omringd zijn, al dat water in ons lichaam krijgt een gekke, een niet-harmonische vorm. Hè? Maar wat gebeurt er als de mantra's gezongen worden? Ze worden helemaal mooi symmetrisch. En in één harmonisch geheel. Dus als we mantra's zingen, heeft dat letterlijk een helende werking op ons lichaam. Dan, als we een stukje naar binnen gaan, hebben we mantra's die werken op de chakras. Op alle energieniveaus in ons lichaam. Als we nog een stukje naar binnen gaan, hebben we onze geest, hebben we ons denken, ons verlangen, ons voelen. Daar werken mantra's ook op in. Mantra betekent letterlijk man, dat betekent geest. En tra betekent controleren of bevrijden. Dus een mantra is eigenlijk een manier om onze geest te bevrijden. Om niet meer zo vast te zitten in allerlei hokjes en denkrichtingen en boodschappen die we nog moeten doen, stress, hier, dit, daar, oordelen, vooroordelen, om daar even uit te komen. Daar hadden mantra's ook bij. Zoals u net benoemde, mantra's hebben ook een mooie betekenis. Die werken op ons intellect, op ons ratio. Die helpen ons misschien om dingen te verwerken, of om dankbaar uit te uiten, of om hulp te vragen. En dan hebben we nog een laatste niveau, en dat is eigenlijk het niveau van het hart. In ons hart zegt yoga huis de diepste kern van wie we zijn, oftewel van Purusha, de ziel. Kunnen we ons daar via mantra's dieper mee verbinden, en met het grotere deel waar wij met z'n allen bij horen. Dus het universum noemen we het. Dus op alle niveaus werken mantra's. Dus, zullen we een beetje gaan ervaren? Laten we beginnen met de oerklank. De allereerste mantra die er was. Welke is het? Om. Ah. Ja, het moet wel iets beter namelijk. Dus uit hoeveel klanken bestaat om? Ja, zacht in 3, 3, 3, 4. Ah, dat is niet vraag. 4, waarom? Het is de A, O, Mu. En dan in de stilte is er nog een geluid en dat heet nada. Dat kunnen wij niet horen. Maar nu zijn er nog veel geluiden op de wereld die wij niet kunnen horen. Hè? Bijvoorbeeld een marter. Het geluid dat die marter heeft bij die auto. Als we niet willen dat een marter komt, een heel hoog geluid, horen wij niet, hoort de marter wel. En zo is er ook een spiritueel geluid naar om, wat wij niet kunnen horen. Dus dat is een stilte. Dus daar proberen we op te mediteren. We gaan samen om chanten. Ik zal de begeleiden met de harmonie in het eerste instrument. Ik zal één keer de mantra zelf zingen, zodat je weet van wie gaan we doen het. Goed? En dan chanten we een aantal keren samen. Vind je goed? Oké, okay, ik hoor even schouders naar achteren, even een beetje wakker worden. Ja, alright. Haal een diep in mijn eigen schouders omhoog. Sorry, heel goed. Oké, sluit we langzaam de ogen. Ik zal één keer voortchanten en daarna kunnen we weer chanten. Thank you.
Want vroeger waren al deze mantra's geheim. En die werden pas door Google gegeven aan een student als hij vond dat hij er klaar voor was. Dus soms moest hij wel 3, 4 jaar hard werken in de kloster, in de ashram, totdat hij 1 mantra kreeg. En wij hebben ze eigenlijk nu gewoon voor ons ter beschikking. Dat is eigenlijk heel speciaal. Weet iemand wat het woord Google betekent? Leren. Ik heb het wel eens verteld, dus jullie moeten het weten. Hè? Leren? Nee. Erik? Kopje maken? Dus de zoemelhoofdstadag is cool. Een vrouw die zwanger is cool. Een bijtje die net van bloed tot bloed is gegaan en zijn rug vol heeft met zet en met stuifmeel, is cool. Maar dat is niet hoe yoga precies het woord gebruikt. En ze bedoelen iemand die zwaar is met kennis. Een goe is iemand die zwaar is met kennis. Niet zomaar kennis, want we hebben zoveel goeroes, we hebben bitcoin goeroes, we hebben fitness goeroes, van alles en nog wat. Welke kennis is die dwaling? Kennis met, die ons naar waar geluk kan brengen, naar waar liefde. Dat is een echte goeroe. Iemand die zwaar is met kennis, die ons op pad brengt naar waar geluk, naar waar liefde. Dus het is een gebruik en gewoonte eigenlijk om voordat we beginnen met mantra zingen, om onze dankbaarheid te uiten naar al die leraren voor ons die de kennis aan ons hebben doorgegeven. Dus we gaan daarom mantra zingen daarvoor. Ik heb de daadjes, dus we kunnen eruit delen. Het is een mantra om eigenlijk dankbaarheid te uiten naar de leraren. Mocht je nou geen één persoon in onze gedachten hebben die echt onze leraar is, naar die persoon zingen. De negen was begeleid op de djembe. Dit is een primeur. Dit zijn de opvoeding ook. Met de djembe. Ja, dit is mijn eerste optreden. Wacht, ik schaaf wel eens een hoofd aan. Wat wil je gegeven? Oh,
wij geboren worden, worden we ons al snel bekend met een paar verbindingen. Met onze moeder, met onze vader, opa, oma. Oma zit daar in de hoek. Ja, 90 jaar, ze gaat ook meer andere zeggen. Dus met onze familie, hè, we zien, we zijn deel van een gezin. Als we wat ouder worden, gaan we naar school. We zien, ik ben ook deel van de schoolgemeenschap, meerdere kinderen. Dan nog wat ouder worden, we zijn deel van de stad. Hè.
dus dat maar drie woorden, lijkt heel lang, maar het zijn maar drie woorden. Dus Hare, Hare betekent liefde, de liefdesenergie. Krishna, dat is hetzelfde als Rama, wat we net gezongen hebben. Dus het is eigenlijk het universum, nog groter dan het universum waar we deel van uitmaken. En Ram, is hetzelfde. Of kan ook betekenen bliss, blissvol, vreugde. Dus als we deze woorden zeggen, krijgen we liefde, bliss en de connectie. Dus alles in één. Kijk, dat is goed, hè? Ik ga even een kleine met van moeder. Normaal voordat we deze mantra zingen, is er altijd een klein voorafje. Een kleine introductie noemen we dat. Misschien kent een van jullie, dan mag je meezingen. Er staan er drie regels. Ik zal hem voorzingen en daarna gaan we langzaam de mantra doen. Thank you.
Geest en al die liefdevolle mensen die we hebben ontmoet, en zijn allemaal in Christus in onze hart. En ik wil jullie allemaal van harte danken. Dank jullie wel.